Vandaag gaan we maken de Negroni. Ook een klassiekertje. Hoe komt hij aan zijn naam? 1919, de situatie is Noord-Italië. Een barretje in een van de stadjes. En daar komt een meneer, die heet Massilio Negroni. En ze dronken daar op dat moment al Americano's. Die werden door de Amerikanen was dat een beetje geïmporteerd daar. En die had ongeveer dezelfde bestanddelen, behalve dat de gin werd daarin vervangen door gewoon spuitwater, dus spa rood, zeg maar. Die meneer Negroni zei, ik wil wel zo'n Americano, maar ik wil er graag wat meer pit in. En toen dacht die barkeeper, nou ja, dan doe ik in plaats van water, doe ik er gin bij. En dat werd dus uiteindelijk de Negroni, want mensen gingen dat drankje drinken daar in die buurt. En die zeiden, we willen zo eentje zoals Negroni vorige week bestelde. Nou ja, zo simpel kan het zijn. Dit is één van de verhalen, ik weet niet of het allemaal klopt, dat heb ik niet gecheckt. Simpel drankje, gin, Campari, rode vermoed. Allemaal dezelfde hoeveelheden, dus 30 milliliter van alles. En dat doen we eerst even in een mixingglas, want daar gaan we hem even goed mengen. Dus 30 zei ik, dat is de andere kant van de maatbeker. 30 gin, 30 Campari. Dat is een heel lekker drankje zo voor het eind van de middag, voordat je gaat eten. Je moet het niet de hele avond doordrinken, want dan moet je echt met de ambulance naar huis. Er zit best wel veel alcohol in, maar gewoon lekker. Zo. 30 milliliter van alles. Hier wat ijs bij. En dat gaan we dus even weer stirren. Dat is eigenlijk gewoon ook mengen. En dat doe je eigenlijk gewoon door het zo rond te draaien. Een seconde of 30. Komt er ook wat water bij van het ijs en er wordt gelijk gekoeld. Ik voel het al. Ik ga hem uitschenken. We willen dat ijs er niet bij. Ze hebben dit speciale apparaatje voor. Hey, kijk, daar ligt alweer zo'n mooie ijsbol. Die had ik er al even ingelegd. Dat staat ook bij dit drankje heel mooi. Schenk hem gewoon overheen. Hij is al gemengd nu. Daar in de diepte liggen. En in dit drankje hoort eigenlijk ook een sinaasappelschilletje en een hele sinaasappel. Ik heb ze hier in gedroogde vorm. Zet de jongen erin. Ziet er ook mooi uit. Maar we doen er ook nog even een schilletje bij. Knijpen er nog wat over uit. Maak een mooi rond dingetje ervan. Zo. En dan hebben we onze Negroni.